gaan een stukje bootje varen zo meteen, maar ja, een boot die in de tropen heeft gestaan, die behoeft, voordat je kunt vertrekken, enige verzorging. Bijvoorbeeld de grote hoeveelheden water die op het dak liggen, moeten even worden verwijderd. En er is altijd nog wel wat groen en zo dat overal is aan het anker is aangekoekt en weet ik veel. Maar als dat gebeurd is, dan kunnen we door een naar het zich laten aanzien zeer aantrekkelijk landschap van monsoon, dat is dus moesson, regenwoud gaan varen. Okay, here we are again at the Bell Station. One of the highlights of the Bell is actually doing a boat trip along this waterway, which there's three tolmans over there. Covers quite a large area. Three tolmans over the water. So it looks kilometres long, a permanent water source. And on this river, most times it's a little bit wet at the moment. When the water recedes, you'll see a mass of bird life, including quite a few crocodiles, lots of fish. And just beautiful scenery. You travel on the edge of a monsoon forest and on the other side an open wetland area. And there you have it.